Palmen, yucca's, bananenplanten, agaves en boomvarens, ze dingen alle naar een plaatsje in de Pajotse klei en tonen zich het voorbije weekend van hun mooiste kant tijdens de open exotentuinen. Zina ging tropisch tuinieren bij Palmeria in Roosdaal. We zijn hier verleden jaar al geweest en wij moesten onze tuin nog aanleggen. Nu zijn we bijna klaar en we zijn de palmen komen kiezen voor tussen de vijver en het zwembad. Ik wou een palmboom en we zijn naar hier gekomen en we zijn met 3 palmbomen naar huis gegaan en dan nog 3 en dan nog 3. En... Exoten zijn eigenlijk, als je naar de echte letter gaat kijken, zijn eigenlijk planten die na 1492 naar hier gekomen zijn. Dus dat zijn er eigenlijk heel wat. Voor ons is het begrip exoten planten die een exotische uitstraling hebben. We hebben een moeilijke winter gehad. We hebben enkele slachtoffers. Maar bon, we hebben ondertussen nieuwe bijgekocht. En hopen dat het nooit zo'n winter meer wordt. Het onderhoud, dat valt op zich wel mee als je gaat voor de sterkere planten. En ik raad de meeste klanten dat eigenlijk wel aan. Nemen zij dan iets anders? Dat is dan hun keuze, maar ik probeer ze toch een beetje te pushen naar de planten van waar wij weten die sterk genoeg zijn om onze winters te kunnen trotseren. Oh, dat houdt de vakantiesfeer een beetje aan, zeker. Hè? Ja. We zien die allemaal in het zuiden en we willen dat graag. Beetje vakantie meebrengen naar huis. Je ziet de zon stralen. Het geeft gewoon een ander cachet aan je tuin. En in de zomer hoef je echt niet meer weg. Dus het is iets speciaals.